Nou, vertel, wie bent u? Ik ben Nico de Jong. Sinds 3 jaar ben ik trainer, speler, coach van de Keytown Tigers. Ik kom oorspronkelijk uit een ijshockeybolwerk Heerenveen. En daar ging het er wel een beetje anders aan toe dan toen ik hier kwam. Waarom? Nou kijk, men was daar gewend van 2 of 3 keer per week trainen. En afzeggen was alleen in uiterste gevallen een optie. En toen ik hier kwam hadden we een systeem van je meldt je aan voor trainingen. Nou, dat is zo'n beetje het eerste wat we hebben afgeschaft. IJshockey is een teamsport, je bent er gewoon en met elkaar gaan we proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Je team is heel succesvol. Hoe heeft u dat precies gedaan? Nou, we zijn 3 jaar geleden begonnen met de noem het missie. Zeg, wat willen we nou bereiken met het team? We hadden natuurlijk een hele leuke groep van vrienden met elkaar, maar we wouden wat meer. Dus we zijn begonnen met de trainingen serieus aan te pakken. We hebben hier en daar wat gesneden in het team. Hè. Dat werkt zo, je moet de juiste mensen op de juiste plekken zetten. En dat heeft het eerste jaar in gerelateerd dat we van de 5e divisie kampioen werden. Met een team wat qua leeftijd eigenlijk boven alles uitstak. Het was een vrij hoge leeftijd in de divisie. Nou ja, toen zijn we een jaar zijn we in de 4e divisie doorgegaan. Hebben ook de play-offs gehaald. En onze missie is nu eigenlijk om in de 4e divisie ook kampioen te worden. Daar hebben we wat voor moeten doen. Daar hebben we een tandje voorbij moeten zetten. We hebben een paar spelers gehaald. We hebben een paar spelers afscheid van genomen. Maar ik denk dat het een heel uitgebalanceerd team is. En nogmaals, commitment is er. Iedereen is er nu ook gewoon weer. Dus we hebben gewoon een team die voor elkaar wil knokken. Hey guys, another game tonight. You have only 4 defensemen. Come back, help your D out. Stay out of the fucking penalty base. Play simple hockey tonight, guys. Let's go. 1, 2, 3. En wie bent u? Jasper Maassen, hallo. En u bent keeper, neem ik aan? Ja, dat klopt. Ik ben keeper. Doet u nog speciale dingen voordat je het ijs op gaat? Ja, als er 1 speler is die veel bijgeloof heeft, dan is meestal de keeper wel. Ja, absoluut. Nou, vertel, wat doet u dan allemaal? Nou, ik probeer eigenlijk in mijn hoofd al de hele wedstrijd een beetje voor te spelen. Dat ik me kan voorbereiden op iedere situatie die kan ontstaan. En op het ijs tik ik altijd een aantal keer tegen de palen, zodat ik weet waar ik sta, maar ook om... Ja, om je goed te voelen inderdaad. Captain van het team. Ja, goedenavond. Mijn naam is Robert den Boer. En we gaan er vanavond een feestje van maken op het ijs hier zo. En hoe doet u dat? Nou, we hebben vandaag een redelijke tegenstander. Maar we zijn zeker in de mogelijkheid om te gaan winnen vanavond. Dus we gaan alles op alles zetten, want het wordt een hele belangrijke wedstrijd vanavond. Ik hoorde dat u met 3 mensen achter speelde. U speelt natuurlijk ook achter, dus hoe gaat u dit oplossen? Ja, voor onze defense wordt het een hele moeilijke avond, want we zijn met z'n 4. Dus dat betekent dat je echt weinig kan draaien, dus heel hard moet werken. Maar goed, we hebben goed getraind en we zijn eigenlijk al een heel seizoen redelijk in vorm. Dus ik verwacht dat wel goed gaat komen. En als captain, wat zegt u altijd tegen het team voordat het wedstrijdje gaat spelen? Nou, we feliciteren elkaar in ieder geval met een heel veel geluk en heel veel plezier, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dus ja, we gaan er gewoon voor dat het een leuke wedstrijd wordt. Dat is het meest belangrijke. Vertel, wie bent u? Ik ben Agnes Maassen. En wat doet u hier precies? Ik vul het wedstrijdformulier in. Ik heb van allebei de teams een lijst met namen gekregen en nummers, bondsnummers, zodat we precies weten wie er op het ijs staat. En dan moet ik gedurende de wedstrijd de tijd invullen als er een doelpunt valt. De tijd invullen als er een straf valt. Wanneer ze weer op het ijs mogen. Gewoon dat het aan het einde van de wedstrijd een heel formulier vol staat met alle cijfers die op deze wedstrijd betrekking hebben. Dit is een hele wedstrijd. Heeft u het dan niet vaak koud? Nou, de laatste periode meestal wel hoor. Want we zitten hier natuurlijk wel op het ijs. Hè? Ja, dat is echt wel flink koud. Ja. En hoe bent u hier precies gekomen bij deze functie? Nou, mijn zoon staat in het doel. Die staat in de goal. En die weet dat ik dat jaren geleden ook al gedaan heb. En die heeft gevraagd of ik het hier ook weer wilde doen. Dan doe je dat maar, hè. Wat leuk. En hoe lang doet u het nu? Hier in Leiden 2 jaar. Dat is nu het 3e seizoen. Maar daarvoor woonde ik in Limburg en daar heb ik dat ook jaren gedaan. En geniet u dan ook van deze wedstrijden?
ik zie er niet zoveel van als wat ik eigenlijk zou willen zien. Maar over het algemeen kan ik het wel een beetje volgen, hoor. Ja. Vertel, wie bent u? Niels, nummer 79. Zo. Mooi nummer. Waarom zo hoog? Geboortejaar. Dat is netjes. Doet u voor, achter, midden? Ik speel voorin. Okay. Rechtsvoor. Heeft u al veel goals gemaakt? Nee, nog niet zoveel. Mogen er wat meer. Er moet wel wat... Gaat u veel goals dan scoren? Vandaag? Ja. Ligt eraan. Gaat dat lukken? Kan alle kanten op.